Van maandag 5 juli tot en met donderdag 15 juli worden op verschillende locaties van de Leygraaf de diploma's uitgereikt. In Veghel gebeurde dat dinsdag door middel van een drive-thru. Ja, ik ben echt super blij hoe het is georganiseerd. Ik sta echt open met mijn mond. Het is echt leuk gedaan en zo. Wat is het gevoel bij deze dag? Ja, een ontzettend mooi gevoel. Dit is onze feestdag om onze studenten na een jaar van hard werken te feliciteren met een welverdiend diploma. De diploma-uitreiking die is anders dan anders. Ja, zeker. Die is net als vorig jaar toch weer aangepast aan de maatregelen rondom corona. Wel even feestelijk, hopen we, maar echt wel in aangepaste vorm. En dit is niet al gisteren bedacht, toch? Nee, zeker niet. Nee, we hebben al een lange tijd geleden besloten om weer in de drive-thru vorm de diplomering te doen. Omdat het een veilige manier is, maar die ook heel feestelijk is. Die ook recht doet aan dat de studenten allemaal met aandacht voor de prestatie die ze geleverd hebben hun diploma kunnen krijgen. Dus dit besluit hadden wij al lang van tevoren genomen, dat klopt. Want dit was geen gewoon jaar. Nee, dit is een lastig jaar geweest. Maar ze hebben het toch allemaal maar even mooi gedaan. En een heel groot gedeelte is wel verdiend geslaagd. Corona heeft jouw jaar niet verpest? Nee, gelukkig niet. Het is, we kregen gewoon goed uitleg en zo. En als je goed over de stof goed uitleg krijgt, dan gaat het ook gewoon goed en zo. Dus de leraren waren er wel voor ons. We hadden ook 1-op-1 gesprekken met elkaar. Dus ja, gelukkig ging dat wel allemaal goed. Wat voor jaar was het? Ja, met de corona vooral een hectisch jaar. Maar toch een leuk schooljaar geweest. Het is goed opgeschoten allemaal. Ik ben geslaagd. Dus dat is het mooiste. Maar was het een zwaar jaar? Daar viel zat mee. Nee, ja, een beetje eigenlijk. Qua huiswerk niet echt of zo. Maar ja, qua vakken was het wel gewoon eigenlijk meer leuk dan zwaar. Want je hebt wel gewoon echt tijd van je leven eigenlijk gehad. Maar als je hebt leuke leraren en leuke klas. En dan is het eigenlijk ook allemaal makkelijk. Ik zat in entree MBO 1, dus entree logistiek manager. En daar heb ik een jaar lang mijn school afgemaakt. En prima klas gehad, prima juffrouw, prima leraren. En zo heb ik een diploma binnen. En wat voor jaar was het? Ja, ook een heel spannend jaar vanwege corona. Toen de tijd was een beetje hectisch, online en zo. Dus dat was allemaal een beetje chaos. Maar op een gegeven moment toen het verzwakte, ja, dat was een mooi schooljaar. En kon je wel of niet naar school? Ja, de meeste tijd wel, maar ook veel online les, maar dat is helemaal niks. Klassikaal werkt gewoon een stuk beter. Ja, we moesten eigenlijk wel door corona heel vaak thuis zitten en thuis leren en zo. Maar ja, het is toch wel goed gekomen, gelukkig. Dus, alles was goed geregeld, zeg maar. Zoom, alles ging goed. Teams, alles ging gewoon zoals het hoorde. Het was niet eenzaam? Nee, op zich niet, want je had gewoon in de ochtend les met z'n allen. Dus dan kon je gewoon gezellig met z'n allen praten, dus dat scheelt. Dat doet een hoop. Dus, ja, je ziet er heel gelukkig uit. Daarom, ja, ik ben ook heel gelukkig natuurlijk. Diploma's binnen, dus dat scheelt. Oké, hey, nou, veel plezier en geniet van je vakantie. Dankjewel, meneer. Hier reikt de diploma's. Gefeliciteerd. Ah, dankjewel. En nou feest. Ja, en nou zeker feest, ja. Hartelijk gefeliciteerd, dankjewel. Hè. Dankjewel.